waarin we een Silent Hill verpleegster masker gaan maken. Hele mond vol. Oké, hoe gaan we dat doen? Ik heb een aantal filmpjes om te bekijken hoe anderen het hebben gedaan op YouTube. Mij valt op dat iedereen met gips werkt. En dat vind ik persoonlijk nou niet echt iets om toe te juichen. Je moet je voorstellen dat het de bedoeling is dat deze jonge dame hier, die gaat het masker opkrijgen. Die moet er waarschijnlijk een dagdeel mee oplopen. Dus of je dit nu voor Halloween maakt of voor cosplay of wat dan ook, zorg ervoor dat het comfortabel is. Na 10 jaar de clown uit te hebben gehangen in ziekenhuizen en verpleeghuizen, kan ik je niet vertellen hoe belangrijk het is om zo comfortabel mogelijk op pad te gaan. En het je zo makkelijk mogelijk te maken. Ik ga werken op een basishoofd. Ik had eerst bedacht dat ik het glazen hoofd zou gebruiken. Het glazen hoofd is een vrij klein hoofd. En waarschijnlijk ook kleiner dan die van Monique. Dus ik heb mijn broer Manfred erbij gehaald. En we gaan aan de slag met Manfred. Wat gaan we gebruiken? Er gaat dadelijk eerst een panty over zijn hoofd heen. Panty heb ik nog over van het maken van darmen voor Humphrey, het lijf. En ik heb rolletjes verband gehaald. De smalle versie, want de brede is voor het mummy effect in het gezicht niet geschikt. Dan heb ik liever die smalle. En we gaan werken met latex. dat is het eigenlijk wel voor de introductie. En ik zeg, laten we beginnen. Panty zit erover. Ik ga hem eerst een beetje aangeven waar het latex en het verband en alles niet moet komen. Dat is dit gedeelte. Ik wil namelijk dat Monique gewoon volledig zicht heeft. Als je één oog afdekt, kun je geen afstanden meer inschatten en dat soort dingen. Dus dat willen we allemaal niet. Oké, ik wil graag hier een gedeelte van een wond zichtbaar hebben. Dus ik ga aan de slag met bruine acrylaatkit. Om dus een soort openliggend vlees te realiseren. Hierboven daar gaat toch verband overheen, dus dat kan ik makkelijk uitsmeren. Dit is voldoende. Dit ga ik even laten drogen. Pak een beetje een half uurtje. Dan gaan we aan de slag met latex en de verbandrolletjes. Ja, dit is aan het drogen. Half uur is nog niet voorbij. Maar ik had zoiets van, ik kan alvast een gedeelte van het hoofd gaan bedekken. Rolletje, verband. Hier heb ik wat latex in gedaan. Als je de keuze hebt, werk met latex. Als het goed weer is, lekker buiten, want er komt een ammoniakgeur vanaf waar je niet blij mee bent. Oké, ik ga alvast het achterste gedeelte zeg maar, van het hoofd inpakken. En leg hem dus op. En dan ga ik er met wat latex overheen. De panty fungeert dus als basis. Zo. Op deze manier maken we dus steeds een beetje vast.
schietelaar erop. Die zit ongeveer 4 meter op een rolletje. Ik heb nu mijn vierde rolletje aangebroken. Dat betekent dat er dus al 12 meter in zit. Ik heb 10 rolletjes totaal gekocht. Ik verwacht niet dat ik ze allemaal nodig heb. Je weet het niet. Nu weer een beetje het aangezicht vormgeven. Ze zien er natuurlijk allemaal anders uit. Er is er geen één hetzelfde. Maar ik vind dat schuine gestreepte, dat vind ik wel het mooiste effect van wat ik zo voorbij heb zien komen. Dus dat ga ik proberen te realiseren. Maar genoeg dekkend in ieder geval. Dit gedeelte zal meer lagen bevatten dan het aangezicht bijvoorbeeld. Ja, weet je, ik ga even weer verder. En je ziet me wel weer als het een paar stapjes verder is. We zijn inmiddels een paar dagen verder en het weer is een beetje onvoorspelbaar buiten. Dus we gaan binnen hier verder. Maar die eerste laag die zat er helemaal op. En daarna nog een keer met een sponsje, alles gedept met latex. Dat is nu ondertussen droog. En nu ben ik voor dat extra schuine effect wat losse stukken nog aan het aanbrengen. Net als dat je eigenlijk met gips zou doen, drenk ik ze in latex. Maar dan in plaats van gips dan. En dan aanbrengen. En zo hierna nog na deze nog één, denk ik. Hier nog wat kleine stukjes en dan kan dat ook drogen. En dan is de basis wel klaar. Als dat droog is, dan ga ik het nog helemaal nog één keer insmeren met latex. Misschien nog wel twee keer, behalve dit gedeelte, de neus en de mond. Waarom? Zodat dat zo min mogelijk luchtdicht is, zodat daar iedereen gewoon geademd kan worden. Ik ga later ook nog een stuk eruit halen. Deze etalagepop, ik weet niet hoeveel spul ze er ooit op hebben gedaan. Het zit er al jaren op, schijnt. Het geeft nog steeds af. En je ziet het latex zuigt het op. Dat is op zich niet zo erg. Dat geeft wel een gaaf effect al aan een stuk verband. En we gaan even de stukjes knippen. Tegelijkertijd om handschoenen te verwisselen. Nou ja, goed, je snapt de basis voor dit stadium. En je ziet het wel weer als het tijd is om de boel van wat verf te gaan voorzien. Masker qua vorm in ieder geval klaar. Dat hebben we gedaan. Aan de achterkant open gesneden en hem eraf gehaald. En tijdens het afhalen talpoeder erop gedaan. Want houd er altijd rekening mee dat latex
aan zichzelf wil kleven. Haal je het eraf en je gebruikt geen tandenpoeder, gaat het aan elkaar zitten. Kun je alles weggooien, kun je helemaal opnieuw beginnen. Tijdens het drogen is het gedeelte wat ik echt had gedrenkt in de latex is geel opgedroogd. Vind ik niet erg, want dat past er juist bij. En na het verwijderen van Manfred uit het masker, eerste ooggaten opengeknipt, die stukjes panty eruit geknipt. Hier nog een stukje opengemaakt en hier een klein sneetje zodat ze in ieder geval kan ademen. En die overtollige rand hier beneden eraf geknipt. Nu is het tijd om hem toch nog even op Manfred te gaan zetten en hem te gaan beschilderen. Wat gaan we doen? We gaan met name die randen nog een extra schaduweffect geven, zodat je het van een afstand beter ziet. Er komen wat bloedeffecten in en uiteraard wordt die wond helemaal geschilderd in de kleuren zoals een wond nodig heeft. Je ziet het wel als we weer een paar stapjes verder zijn. En klaar! Hij zit als gegoten. Tada! Oké, ik geef even de camera aan Monique, dan kan ik er nog wat over vertellen. De achterkant hadden we natuurlijk open gesneden. En hoe heet het? Als je net als ik in de zorg werkt, dan weet je nog alles fijne dingen. Zoals tegenderm. Dat is van het elastische spul wat je om je arm of om je been kunt doen. Daar een stukje van hierachter erin gezet. Dat is heel elastisch. En dat maakt het heel makkelijk om het masker op en af te zetten. Het kapje erop gelijmd, gewoon met wat latex. Die zit nu gefixeerd, dus... Die zit ten eerste continu op de goede plek en ten tweede kan er niet afvallen. En het is gewoon een heerlijk flexibel, comfortabel masker. Geen grijntje gips erin. Want de nadelen van gips zijn de voordelen van latex. Mocht dit nat worden, dan is het waterafstotend. De verf is crimson red met zwart dryburst effect of verdund met water. Hier zitten verschillende kleuren in, zoals crimson red, zwart, maar ook wat huidskleurverf. En is gewoon helemaal goed. Uiteraard op de dag zelf doet Monique eerst rondom de ogen schmink. En doet ze ook een enge contactlens in. En dat soort dingen. Maar deze tutorial gaat niet over het hele kostuum, maar alleen over het latexmasker. Dit was de tutorial voor de Silent Hill zustermasker, gemaakt van latex en echt verband. Geef een duimpje omhoog als je deze video kon waarderen. Klik op abonneren en zie je graag weer in de volgende tutorial. Ga vooral dingen maken.